Genkenaren kunnen zaterdag 27 november meehelpen om 3000 bomen in het sportbos aan te planten. Kinderen van enkele basisscholen begonnen reeds de dag voordien met dit grote werk. Welkom allemaal hier in het Sport in Genkpark. Welkom hier bij het sportbos. Dit is een van de leukste bossen van Genk natuurlijk, want hier kun je heel veel doen. Een van de meest bezochte bossen ook van Genk, maar natuurlijk ook het meest sportieve bos. Wie is er al komen sporten in dit bos? Ja, toch heel wat kindjes, hè? Wat ben je komen doen hier? Spelen? Ja. Zwemmen? Ja. Ah, voilà, zie. Dus je ziet dat je heel veel kunt doen in dit bos, hè? En we zijn heel blij dat je hier vandaag met ons bent, want jullie gaan samen met ons dit bos terug op orde zetten. Zoals jullie weten hebben wij in onze stad heel veel bomen. We hebben heel veel natuur in onze stad. En dat is ook heel goed. Want die bomen die doen heel veel goede dingen voor ons. Wie weet wat een boom goed doet voor ons? Daar. Zeg maar. Die zorgt voor zuurstof, dat klopt. Die gezonde lucht in je longen die je elke dag in en uit ademt. Die bomen zorgen ervoor dat die lucht gezuiverd wordt. Dus die bomen die doen heel veel goede dingen voor ons. En wat doet je met dingen die heel veel goede dingen doen voor ons? Die koestert je, want van wat je houdt, daar zorg je natuurlijk voor. En dat is wat we vandaag ook hier doen met dat bos. Want wat we hebben gedaan met de stad Genk is, we hebben een aantal bomen weggehaald uit het bos. Dat zijn bomen die, doordat ze al wat ouder zijn, of dat ze van een bepaalde soort zijn, hè, de dennen bijvoorbeeld, dat die wat minder goede dingen voor ons doen. Die zorgen voor iets minder gezonde lucht misschien. Die kunnen iets minder beestjes huishouden. Die pakken iets minder water op. Of dat zijn oude bomen die misschien een beetje scheef zijn gaan hangen over het fietspad waar dat jullie naar school fietsen. En dat is natuurlijk wat gevaarlijk. En die bomen hebben we weggedaan. Maar we doen dat natuurlijk niet zomaar. Hè. We doen dat op basis van een doordacht plan. En dat doordacht plan dat zegt dat we ervoor moeten zorgen dat als jullie zo oud zijn als mij, dat jullie ook nog altijd moeten kunnen genieten van die bossen en van die bomen. En daarom zijn we hier vandaag met jullie en gaan wij 3000 nieuwe bomen planten, inheemse waardevolle bomen, die opnieuw die dingen, die goede dingen voor ons meer kunnen doen. Rick gaat zelfs uitleg geven over hoe dat we dat gaan doen, maar ik zou zeggen, doe de handen al maar uit de mouwen en dan gaan we samen aan het werk. Je gaat dat niet alleen doen, daarvoor hebben we een aantal helpers bij ons. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld in die groene jasjes zijn, of er is iemand met een oranje of een rood jasje. En die gaan zelfs met jullie het bos in. Die hebben een blad papier, een plannetje, waarop staat waar ze moeten zijn. Dus dan mag je die mensen volgen. Die gaan zelfs ook de boompjes meepakken, die jullie mogen planten. En die lopen langs het gebouw af en daar gaan ze een schub mee pakken. Dus dan hebben we alle boompjes, dan hebben we al het materiaal wat geplant moet worden. Doen. Zeker niet te diep. Je ziet ongeveer zeker niet kleur. Te laag, maar ook niet te laag. Alle worteltjes moeten altijd in de grond zitten. Ik ga je laten zien hoe dat je dat doet. En ik zeg hier is de grens waar het de grond gezeten heeft. En die houd je gelijk met de grond. En dan doe je die losse zand eerst. Dus probeer zo weinig mogelijk blaadjes. Zo. En dan doe je die met de hand een beetje aan. En dan kun je de rest met de voet gewoon bijduwen. We gaan zien dat de wortels goed naar beneden hangen. Ja? De wortels worden in het gat gestoken. Goed naar beneden. We zien een beetje de overgang. Hier zien jullie dat de boom een lichtere kleur heeft. Ja? Wie is hier? Je hoeft die schub gewoon even tegen de paal zetten. Nadien kregen de leerlingen voor hun werk een lekkere wafel en lekkere warme chocolademelk. Jullie hebben heel goed gewerkt. Dan verdienen jullie ook een lekkere warme chocolademelk.